Zodra een Nederlandse wielrenner jongere koersen gaat winnen, gloort er hoop. Wordt dit dan onze nieuwe toerwinnaar? Eind jaren 80 ging er zo'n zweem van hoop rond Simon van Beneden. Ik heb hem vaak zien fietsen en ik was onder de indruk. Hij kon rijden met een fiets en zijn kop die leek ook goed. Maar zo snel als zijn belofte zich aandiende, zo abrupt verdween hij weer van het toneel. Letterlijk. Er deden de wildste geruchten de ronde. Hij zou ten val gekomen zijn, aan lage wal geraakt. Niemand sprak hem ooit nog. Maar er is uiteindelijk altijd een verhaal. En dit is dat verhaal. Het verhaal van Simon van Beneden.